Deze nieuwsuitzending die gaat over God. En dan vanuit een logisch standpunt. Metafysisch. Want als je het over God hebt, dan heb je het over metafysica. Meta betekent ernaast of over. En fysica is de natuur. Komt van het Griekse woord fysiki. Je schrijft je fysikoi, maar volgens iemand die ik dan kort geleden heb ontmoet, en die heeft Grieks gehad op school, dat je moet zeggen fysiki. Dat zal wel. De natuur. Nou, voordat ik daarover verder ga danderen. Onder deze uitzending staan een aantal links. En de eerste twee, de eerste is van Ellen Watt. En die tweede is van Jurke Liesman. En de derde is van, weet je nou? Mato Djelic. Ik pak hem er even bij, hoor. Ik moet hem toch kunnen vinden, wat is dat nou? Oh, hij staat niet meer in mijn favorites. Nou ja, het zal wel even erbij pakken. Eén seconde. Niet gelijk weghollen, mensen. Niks aan de hand. Even kijken, waar staat dat ding? Heb ik die nog neergezet? Oh, die moet hier staan. Hoppa. Ja. Oh, Mato Djelic is eruit gevallen. Oh, jammer nou. Nou, die zal ik er even bij zetten, hoor. Mato Djelic, moet er nog even bij. Dat is een schaakkanaal. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Nou, ik zeg het maar even kort. Ik ga het niet al te lang overhouden. Want ik heb in andere uitzendingen er al zoveel over verteld. Allemaal leuke grapjes erover gemaakt. Mato Djelic is een hele leuke schaakleraar. Ik moet nog een keer een uitzending maken. Dan ga ik alleen maar... Dan speel ik een filmpje van Mato Djelic af. Dan zal ik even uitleggen hoe hij dat doet. Hartstikke leuke, lieve man. Maar goed, terug naar het onderwerp van deze uitzending. Ook nog even over Ellen Watt. Dat is een seculier, heet dat. Of werelds. Dat is een werelds iemand. En die heeft het over de geschiedenis. En Jurk Liesman vertelt precies hetzelfde verhaal. Maar Jurk Liesman doet dat vanuit een Bijbels perspectief. En dat maakt de zaak een hoop helderder, hoor. Maar goed, iedereen zit te zeuren van... ja, volgens mij bestaat God helemaal niet. Nou, dat is om te beginnen al helemaal niet goed. Want bestaan komt niet toe aan God. God is de oorzaak van het bestaan. Ja. Je gaat ook niet zeggen van... Rembrandt zit in zijn schilderijen. Nee. Rembrandt was een man. En die heeft die schilderijen gemaakt. Maar die zit niet in die schilderijen. Je kan Rembrandt niet zien. Je kan zeggen, ja, want dan kijk ik naar de nachtwacht. En dan zie ik Rembrandt. Ja, zo zijn er ook mensen die zeggen, ik heb God gezien. Ja, maar je kan Rembrandt niet zien. Je kan hem ervaren en je kan wel geloven dat hij dat gemaakt heeft. Maar daar heb je het mee gehad. Ja. Zoals mijn God ook. Als je zegt God bestaat. Dat is een beetje onzinnig, hoor. Niet echt zinvol. Maar wat heb je dan aan? Hoezo bestaat God? Dat is meer van onzin. God is de oorzaak van alles. Dat is de definitie van God. Dus als je een aanhanger bent van het gebruik van het woord God, anders dan GVD, heel veel mensen zeggen dat. God zal me kraken. Als je het wil hebben over God, dan heb je het over de oorzaak van alles wat er is. En die oorzaak die staat buiten hetgene dat er is. Joh, maar dat is ingewikkeld, zeg. Nee, dat is helemaal niet ingewikkeld. Rembrandt zit niet in zijn schilderijen. Zei hij, ja, ik heb een zelfportret van Rembrandt gezien. Ja, maar dat is een portret van Rembrandt. Dat is Rembrandt zelf niet. Dat zelfportret van Rembrandt, dat laat geen scheetjes, dat laat geen boertjes.
En het heeft ook nooit zin in een wandeling door het bos. Je kan zo'n schilderij, zo'n zelfportret van Rembrandt, kan je in de kelder hangen. En vermits een beetje koel en droog opgeslagen, kan hij daar eeuwen hangen. En Rembrandt wordt niet ziek, nog depressief. Terwijl de echte Rembrandt, als je die in een kelder op zou sluiten, ja, ik wil eruit zien. Dat klinkt een beetje grappig wat ik nou zeg, maar zo bedoel ik het ook. Ja, God bestaat niet, punt. Het bestaan komt God niet toe, zo moet ik het zeggen. Mijn dochter is dan atheïst en die durft mij ook niet meer onder ogen te komen. Nou, dat snap ik heel goed, want ik maak gehakt van haar. Van haar, maar van het begrip. Ik vind het nogal dom hoor, als mensen dat denken. Oh, God bestaat niet, dus ik ben nergens verantwoordelijk voor. Zo denk ik dan, hè. Nee, zo zit het niet. Ben jij hem af? De definitie van God, die staat in de Bijbel. Dat is door Mozes is dat opgeschreven. En dat is het eerste boek van Mozes. Dat is Genesis, of Genesis, of Genesis. Ontstaan is het ook wel. Genesis is Grieks, denk ik. Dat staat voor ontstaan. En het eerste vers van het eerste hoofdstuk, dus het allereerste stukje van de Bijbel, daarin staat: in den beginne schiep God hemel en aarde. Dan wordt er een beetje gestoelendanst over, ja, is het nou de hemel en den aarde, of den hemel en de aarde. Op zijn Engels, in de King James, in the beginning God created the heaven and the earth. Ja, je kan zeggen, in de beginne schiep God hemel en aarde. Dus alles wat je waarneemt, inclusief je eigen waarnemingsvermogen, want waar komt dat vandaan? Dat is ook een hele belangrijke vraag. Hoe kan het dat jij waarneemt? Ik zag tante Gerda vandaag bij de snackbar. Ja, hoe kan dat? Hoe kan jij tante Gerda hebben waargenomen? Door die baksteen waarop je stond, die neemt niks waar. Maar jij wel. Hoe kan jij nou waarnemen? Dus. En ik heb beloofd dat ik dit zal doen vanuit een metafysisch standpunt. Maar ik heb hier een boekje in huis van Gerardus Heijmans. Een Nederlands metafysicus. Is geboren in Groningen. In een of ander klein dorpje. Fernwerd of zo. En die heeft furoren gemaakt aan de Universiteit van Groningen. En heeft een boek geschreven, dat is een hoofdwerk, is dat? Boekje geschreven, dat is helemaal niet zo dik. En dat heet Inleiding in de Metafysica. En dat is achteraf in het Nederlands vertaald. Best maf, hè? Maar Gerardus Heijmans, of Gerard voor vrienden, die heeft dat geschreven in het Duits. Want dat was toen hip. Ja. Duits was, dat was het begin van de 20e eeuw en ja. Als je wat wilde voorstellen, dan schreef je het in het Duits. Dus het is gepubliceerd als eerste onder Einführung in der Metaphysik. Ik zeg hem even uit mijn hoofd. Inleiding in de Metafysica. Daarin maakt Gerardus Heijmans duidelijk dat je uit een atoommodel, een materieel model, kom je niet tot de verklaring van het begrip ervaring of waarneming. Als je een steen doormidden hakt, dan is dat geen moord of zo. Als je een mens doormidden hakt, dan is dat moord of dood of zo. Met stenen mag je doen wat je wil. Met mensen niet, met dieren ook niet, met planten ook niet. Moet je allemaal heel respectvol mee omgaan, want dat is leven. En waar komt dat leven vandaan? Dat blijkt niet uit de fysica. Of anders gezegd, je kan niet verklaren dat alles wat er is, ontstaan is uit iets. Zegt Martin Heidegger ook. Beroemde uitspraak van Martin Heidegger. Martin Heidegger is een. Die heeft gepubliceerd iets na Gerardus Heijmans.
Martin Heidegger, die hier was aan de universiteit van... Was het Heidelberg? Dacht het wel. Samen met Karl Jaspers. En toen kwam dat nationaal socialisme kwam omhoog. En Karl Jaspers die heeft toen de kaaierlatten genomen. Van, dit wil ik helemaal niet meer. Die is vertrokken naar het buitenland. En Martin Heidegger is blijven zitten. Kom wat mee. En Martin Heidegger is vervolgens uitgemaakt voor antisemiet. Whatever. Oh, wat een antisemiet was Martin Heidegger, zeg. Want hij had een vrouw, die heette Hannah Arendt. En die was Joods. Ja, dan ben je antisemiet, hè, als je een Joodse vrouw hebt. Martin Heidegger heeft gezegd van... Waarom ga je uit van iets? Wat de oorzaak is van alles. Waarom niet veel eer niets? Jo, maar dat zeggen de evolutionisten ook. Ja. Met dit verschil dat Martin Heidegger zijn niets keurig invult. Een niets wat vanuit zijn nietsheid de ietsheid veroorzaakt. Ik heb mijn dochter de inleidingen voorgelezen van... Dat is een boekje van Heidegger. En het heet... Het Fundament of zo. Het Fundament der Waarheid. Iets was dat. De grondlegging van waarheid. En dan de eerste pagina. En dan mijn dochter die kreeg buikpijn van het lachen. Ik ben het boekje kwijt, anders zou ik het kunnen voorlezen. Hadden jullie ook buikpijn kunnen krijgen. Maar niets en God, ja, dat is, ja, het is eigenlijk wel zo'n beetje hetzelfde. En dan niet een niets in de zin van de evolutionisten die dan zeggen... Ja, je hebt eerst dat je niets en toen poef, had je iets. En, toen ging dat iets ging, een strijd voeren onder elkaar. En dat bleef, het beste iets, dat bleef over. Ja, dat is helemaal niks. Hè? Ja. Hey God, als we dan even aannemen dat hij is. Dat God het issende is. Dat God de oorzaak is van het feit dat je kan nadenken over God. Nou, wat is het dan? Is God dan een... Is dat een klootzakkerigheid? Een eikeligheid? Een... Godverdomme, ik wou dat hij dat nooit zo had uitgevroet. Ben je ontevreden over je leven? Dan kan je woedend zijn op God, toch? Want wie moet je het anders verwijten? Je buurman? Ja, die kan er ook niks aan doen. Hè? Je buurman is niet verantwoordelijk voor jouw bestaan. God wel. God heeft jou geschapen. Nee, ik ben geschapen door mijn vader. Ja. Maar je vader heeft alleen maar de daad verricht. En je moeder werkte een beetje mee. En die had de ijsprong vlak van tevoren. En, of vlak daarna, dat kan ook. Zat er nog sperma in haar scheden of zo. En dan komt die ijsprong. En dan denk je, je spermacelletjes. Ja, ik ga voor de bingo. En dan, poing. We have a winner in the house. Maar dat is geen scheppen. Dat is bevruchten. God heeft de eicel geschapen met al zijn eigenschappen van de eicel. Al haar eigenschappen moet je denk ik zeggen. De eicel is vrouwelijk. En de spermatozoïde ook. Dan moet je weten hoe een spermatozoïde in elkaar zit, man. Zo nuttig. Een heel klein dingetje, maar er zit een partij... Nou. Een hele hoop mechanismen zitten erin, hoor. En dat heeft God geschapen. Dus God is de oorzaak van jouw leven. Dat jouw vader seks heeft gehad met je moeder. Dat is een toevalligheid. Dat had ook de melkboer kunnen zijn. Het had natuurlijk niet een andere vrouw kunnen zijn, maar... Ja, had ook gekund. Had hij jou nog steeds geschapen. God is de oorzaak van alles en ook van jou.
En is God goed? Ja, nou ja. Het woord goed, dat schiet tekort eigenlijk. Het is belachelijk als je een oordeel velt over God. Ben je helemaal gek geworden? Dat kan helemaal niet. Ja. Jo, maar wat heb ik er dan om? Nou, dat weet ik ook niet. Het is kennis. Het is kennis van jouw leven. Snap je? Het is jouw leven, niet dat van een ander. Ben je maar. En is die goed? Beter dan goed, hoor. Ja, maar waarom zijn er nou allemaal oorlogen? Ja, omdat mensen dat graag willen. Er is ook porno. Ik wil niemand op gedachten brengen, maar er is een partij porno te zien op internet, jongen. Wow. En voor die tijd ook, hoor, op VHS-banden. Nou. Ja, dat heeft God dan ook veroorzaakt. God heeft veroorzaakt dat we het kunnen maken, die porno. Maar niet dat we het zouden doen. Hij heeft ons de vrije keus gelaten. Als je van die onzin wil maken, dan moet je het lekker zelf weten. Hij is het er niet mee eens. Dat kan ik je wel vertellen. God houdt van ons. Net zoals dat Rembrandt hield van het idee van de nachtwacht. Daar hield hij van. Dan denk ik, ja, ik ga een nachtwacht maken. Oh, heel mooi. Dus uit liefde is dat geschilderd. Heb ik zelf ook ontdekt. Dus ik maak heel veel foto's, nog steeds. En in die tijd dat ik, moest ik zo'n opleving en dan maakte ik foto's in de stad. Dat doe ik nog steeds hoor, maar echt heel veel. En dan zat ik af en toe, dan maakte ik een foto en dan zit ik achteraf te kijken. Denk ik, wat een saaie foto. En dan herinner ik het me weer dat ik die foto alleen maar nam omdat ik dacht van kom, laat ik eens even een foto maken. En dan hou je niet echt van het onderwerp. Ik moet naar iets kijken en dan denk ik van wauw, nee, maar dit kan ik niet voor mezelf houden. Dit is zo mooi. En een klik, gewoon één fotootje, klak, hop, in één keer raak. Maar dan zit ik thuis en maak een uploadje in mijn computer en dan kijk ik fullscreen en denk ik, jeetje, wat een mooie plaat. Ja. Dat is uit liefde. En dat geldt ook voor muziek maken. Ik zag laatst, er was zo'n broodschrijver. Die heeft dan sinds een aantal jaren heeft hij een relatie met de moeder van mijn kind. Heel beroemd is die en zo. En die zette op Facebook dat hij dan van de platenmaatschappij. Heeft hij weer een budget gekregen. En dan moest hij 9 nummers schrijven, of 11 nummers. Dan zei hij, nou, ik ga druk aan de slag. Dan denk ik, oh, nou, die muziek hoef ik niet te horen. Dat is niet uit liefde geschreven. Dat is geschreven omdat de platenmaatschappij dat wil. Ik heb al jaren geen liedje meer geschreven. Ik heb al die oude liedjes nog. Ja, die kan ik ook spelen. En als het de tijd daar is, dan schrijf ik alweer een liedje, denk ik. Een liedje uit, weet ik veel, Weltschmerz. Dat is ook een soort liefde. Een soort medelijden met iedereen die net zo verdrietig is als jij. Maar uit liefde produceer je alles. Dat geldt ook voor eten koken. Dat doe je ook uit liefde. En zo heeft God dus deze wereld geschapen uit liefde. Dat kan niet anders. Want waarom zijn wij anders zo afhankelijk van ons liefdegevoel? Ja, maar Piggy, als je zo begint, dan vind ik een beetje soft. Ja, is het ook. Christus Jezus heeft gezegd, het zijn de zachtmoedigen die de erfgenamen zijn van deze wereld. Zachtmoedigheid is alles. En wat God gedaan heeft, dat heeft God gedaan, hoor. Dat is geen mensenwerk.
Wat God gedaan heeft, is hij heeft zijn woord laten opschrijven. Maar dat kost een partij tijd, jongen. Dus 3000 jaar voor onze jaartelling begonnen. En in het jaar 100 van onze jaartelling, toen was het af. Nou, dus er is een dik 3000 jaar aan geschreven. Ja. In het Hebreeuws en het Aramees. En het Nieuwe Testament stond voornamelijk in het Grieks. Of alleen in het Grieks, pin me er niet op vast. Maar drie talen, daar ging het om. Nou, in eerste instantie dreigde het helemaal fout te gaan. Want Babylon, die had er lucht van gekregen. En Babylon, die doet niet aan God. Hè? Die doen aan goden. Meervoud. Ze hebben een god voor dit, en een god voor dat, en een god voor zus, en een god voor zo. En het meest walgelijke aan Babylon is dat ze spreken over de moeder van God. Ja, zie je wel, Babylon is heel vrouwvriendelijk, want God heeft een moeder en om die moeder, daar gaat het om. En Babylon is helemaal niet vrouwvriendelijk, ga toch weg. Ga maar vragen aan die vrouwen. Ja. Babylon die kreeg er lucht van. En dat hele idee van God en de Bijbel en de Mozes, Genesis en kreeg daarna Exodus. Hebben ze al die geschriften hebben ze verzameld of laten verzamelen. Er zat heel veel geld achter. Hè? Babylon heeft geld. Hè? Hebben ze een concilie belegd in Nicea. In het jaar 324, 325, ligt eraan welk boek je leest. Maar het begin van de vierde eeuw. Hebben ze al die teksten in het Hebreeuws en Aramees en Grieks. Hebben ze ontvangen, zeiden ze dan. Scriptus receptus. Ik zou zeggen, scriptus in beslag genemius. Gewoon ingepikt. De grote stempel erop. Copyright. Babylon. En toen prachtige partij ellende uit, jongen. Zo de knetter. Nou, dat hebben we geweten, hoor. De Waldensers zijn afgeslacht. De Albigensers zijn afgeslacht. En passant zijn de Gnostici nog even afgeslacht. En de rest ook. Ja. En toen kwam de boel aan het schuiven met Maarten Luther. Ja, het was daarvoor al bezig hoor. Want ja, die Rooms-Katholieke kerk, die Babylonische kerk is dat hè. En katholiek betekent universeel. Dus de wereldwijde kerk. Ja, wij zijn de wereldwijde kerk. En wij hebben dus de scriptus in beslag genomius. Die hebben wij en hebben vertaald in de Latijn. En dan kunnen jullie lekker niet lezen. Van oh, lalala, lange neus. Maar wij weten wat erin staat. Maar die mensen, die Babyloniërs, die katholieken, die universelen, die viespuiken, die hadden gepeupel nodig om op de kansel te gaan staan. Natuurlijk, heel Europa hadden ze iedere zondag, dat is ook zo leuk. Want in de Bijbel staat dat er sprake is van een sabbat. En een sabbat, op zijn Jiddisch is dat Shabbos. Sabbat, de zaterdag. Ga maar kijken. Pak maar translate.google erbij. En dan moet je even intypen op zijn Nederlands zaterdag. En dan vraag je in het Italiaans. Of in het Spaans. Ik kan het nu ook doen, ik zal het niet doen hoor. Okay, sabbat, de zaterdag. En die Babyloniërs, dat zijn zonnevereerders. Die gaan eruit, eventjes heel erg tegen Martin Heidegger in. Die gingen ervan uit, die gaan ervan uit, dat de zon is de oorzaak van alles. Dus de zon moet aanbeden worden. Nee, dat is helemaal niet waar.
De zon die komt pas aan het licht ergens in Genesis 1 vers 3 of zo. Je hebt eerst, in het begin schiep God hemel en aarde. Oh, ik pak me even voor de gein even bij. Dat ik even precies weet waar je het over hebt. Dat we gewoon kunnen stoppen met die hele discussie, snap je? Dat is niet zo moeilijk doen. Het gaat maar om God, meer niet. Even kijken hoor. Ja, 3. Ja. Zo. Vers 3. En God zei: laat er licht zijn. En er was licht. Dat was op de eerste dag, by the way. En die Babyloniërs, die doen aan zonnevereering. Dat kan je mooi zien in die film van die katholiek, by the way. Mel Gibson. Ik zeg met opzet zijn naam een beetje lelijk op zijn Nederlands. Ik vind het een ongelooflijk eikel. Maar een mooie film hoor. Apocalypto heb ik het over. Mooie film. Veel geweld en verkrachting en dat soort dingen. Ja. Lekker veel seks. Dat is typisch katholiek. Daar zie je het, zonnevereering. Maar dat wist je al. Gaan we kijken in Rome. Je hoeft niet eens zelf naar Rome te gaan. David Icke, een heel discutabel figuur, by the way. Met zijn reptilianen gaat er weer. Iedereen een beetje angst aanjagen. Maar David Icke is een keer naar Vaticaanstad gegaan. En daar heeft hij even een paar dingen aangewezen. Dat is zonnecultus. Nou goed, die Babyloniërs op zondag. Allemaal mensen bij elkaar. Ja, dan moeten de mensen op de kansel gaan staan. En die moet je Latijn leren. En er zijn er een aantal van die priesters geweest. Die 1 plus 1 is 2 deden. Hè? En zeiden van ja, maar als in de Bijbel dit staat. En de universele kerk. Dus de wereldwijde kerk, de katholieke kerk, die doet ABCDE. Dat is contrair op de inhoud van de Bijbel. Toestanden, man. En de universele kerk, de wereldwijde kerk, de katholieke kerk, de Babylonische kerk, pistof. En de een naar de ander op de brandstapel. Ja, dat hielp niet. En toen kwam de uitvinding van de boekdrukkunst. Gewoon op zichzelf hoor. Dat heette movable type. Je had dus ook stempelkunst. Stempelen, dat konden we al heel lang. Van hout of zo. In hout maak je dan een stempel. In spiegelschrift natuurlijk. En dan smeer je daar inkt overheen. Dan leg je er een blaadje op. Een beetje aandrukken. Blaadje eraf. Nou, weer insmeren met inkt, een blaadje erop, een blaadje eraf, weer insmeren met inkt. Maar die stempels die slijten. Moet je een nieuwe maken. En toen kwam dat geniale idee. Wat is het? Wurttemberg? Wat is die man nou die dat uitgevonden heeft? Ik vergeet zijn naam iedere keer. Nou, in die tijd, toen die boekdrukkunst was uitgevonden met die lode letters. Had je zo'n een letterbak, had je. Dus met bovenkast en onderkast. En bovenkasten waren de hoofdletters. En onderkasten zijn de kleine letters. Dat zie je nog steeds in het Engels. Met uppercase en lowercase. En dan haal je die lettertjes eruit. En die doe je dan op zo'n letterplankje. Het is van lood, dus dat slijt niet zo hard. Niet zo hard als hout. Ja, en toen kwam Maarten Luther in Duitsland. Heeft hij in 1511, als ik het me goed herinner. Toen sloeg de vlam in de pan. Ja. En omdat de boekdrukkunst was uitgevonden, ja, kon iedereen pamfletten krijgen. En mensen dachten van, wauw, ja, maar is dat het woord van God? Ja, maar zo hebben wij dat nooit geleerd gekregen. Nee, zei Maarten Luther, maar dat staat wel in de Bijbel. Dat is wel het woord van God.
En dan had je, nou, er kwam dus de, dat heette reformatie. Dus mensen bleven naar de kerk gaan, dat het van de Bijbel helemaal niet hoeft hoor. Dat staat niet in het woord van God, want gij zult eens per week allen tezamen komen. En onder aanvoering van één iemand gaan jullie allemaal luisteren naar mijn woord. Maar helemaal niet. Het woord van God, dat kan een kind begrijpen. Je kan zeggen, ik geloof het niet. Dit kan niet. Dit geloof ik niet, hoor. Ja, dat is jouw probleem. Maar als je Genesis 1 vers 1 gelooft, dus de rest is easy. Recht hoor. En nu zei ik echt terecht. Want mensen geloven het niet. Maar als je Genesis 1 vers 1 begrijpt, dat je denkt van oké, ik heb nu een beeld van God, namelijk dat ik daar geen beeld van kan hebben. Want ik kan hooguit een beeld hebben van de aarde en ja, de hemel wellicht. Heb je God? Maar van God zelf? Nee, dat kan niet. En dan lekker doorlezen. Ja, maar ik geloof in evolutie. Ja, het punt is, het hele gedoe met evolutie. Ik heb hier een boekje in huis van Michael Jordan. En het heet een causale, de causale verklaring van het leven. Gepubliceerd in 1930 ongeveer. In het begin van de 20e eeuw. In het interbellum, dat is in de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En daarin staat hij kort stil bij het verhaal. Het is niet eens een theorie, het is de gedachte, moet je zeggen. Maar de gedachte van Darwin, Charles Darwin, met zijn Origin of Species. Dat was in die tijd onder de, noem het maar, evolutiebiologen. De causaliteit van het leven. Waar komt het leven vandaan? Boah, die hadden Darwin al lang aan de kant geschoven. Want ze hebben experimenten gedaan die Charles Darwin zijn verhaal nooit en te nimmer zal kunnen verklaren. Experimenten uitgevoerd met embryo's. Een beetje een naar verhaal natuurlijk. Dan namen ze embryo's van kikkers of salamanders. En dan konden ze zien dat er ergens een oog, twee oogjes. Van het linker oogje, rechter oog. Dan kon je al zien dat die cellen al aan het groeperen waren om aan de ene, aan de linkerkant het linker oog te vormen en aan de rechterkant het rechter oog. Ik hou het even heel plastisch. Hè? En dan sneden ze het rechter oog eruit. En ze haalden een stukje uit de bil, van wat de bil zou worden van de kikker of de salamander. En dan sneden ze dat op dezelfde manier eruit. En dan heb je twee konussen. Een ding met een puntje. Ja. En die verwisselden ze. En dan kreeg je een kikker of een salamander met twee ogen. Toch, met twee ogen. Weliswaar was dat rechteroog wat eruit gesneden was en dan in de bil zat. En in de bil kreeg die kikker geen oog hoor. Nee, dat werd gewoon bilmateriaal. Maar dat bilmateriaal wat in het hoofd van de kikker kwam, of salamander, dat werd enigszins een oog. Hey, hoe kan dat nou? Nou, dat kan Darwin niet verklaren. Met zijn, wat is dat weer? Het overleven van de sterkste of zo? Nee, normaal niet. Er is veel meer aan de hand. Dit is 1930. En dat was een boekje geschreven als een soort van conclusie van al het onderzoek wat in de tientallen jaren daaraan voorafgaand was uitgevoerd. Onderzoek. Experimenten. Ja,
Kikkers werden dan gemold. Dat is niet zo aardig. Dat snap ik ook wel. Maar het was wel informatief. We weten het nu wel. Charles Darwin is helemaal niks. Het kan ook niet. De origin of species. Ja, daar hebben we het niet over. Het gaat over de origin of life. Oftewel, de oorzaak van harmonie. Want jouw lichaam, dat is een harmonieus geheel. En zo niet, dan ben je ziek. Hachi! En dat is niet harmonieus. Ik heb allemaal puistjes. Dan is jouw lichaam niet meer in harmonie. En die harmonieuze lichamen, ja, die zijn gezond, die gaan nooit naar de dokter. Waarom? Ik ga ook al jaren niet naar de dokter, hoor. Ja, maar jij bent wel heel erg gezond en jij, ja, dat zal wel komen door jouw gezonde levensstijl. En vertel dan eens even, wat eet je dan zoal elke dag? Nou, niks bijzonders. Ja, maar dan rook je zeker niet. Jawel, ik rook wel. Ja, maar dan rook je zeker een gezondheidscheck. Nee, de meest goedkope rotzooi die er maar is. Het geld groeit me ook meer om mijn rug. Ja. Maar dan doe je voor de rest zeker heel gezond. Nee, helemaal niet. Kom je naar mij? Nee. Maar ik heb geen ruzie met mijn lichaam. Dan loop ik met mijn lichaam de supermarkt in. En dan vraag ik aan mijn lichaam van... Goh, lichaam, waar heb jij nou eigenlijk zin in? Dan zegt mijn lichaam, nou, ik lust wel anchovis. Maar dan wel met extra zout. Dat is ook weer zoiets, hè? Die blikjes anchovis, die waren vroeger lekker keizout. Tegenwoordig niet meer. Dat is weet ik veel, nieuwe wereldorde of zo. Maar ik heb hier zo'n grote pot met zout. Lekker zeezout met jodium er nog in. Dat is ook heerlijk. Hoeft voor mij niet hoor, maar het zit erin. Nou, een lekker beetje zout over die anchovies en hoppakee. En je bakjes, man. En je bakken, bakkes. Hey, ik heb nooit wat. Ik weet ook niet wat het is, hoor. Ik heb ook nooit koorts. Laatst dacht ik dat ik koorts had. Shit, ik zit te zweten. Dit is allemaal niet normaal. En dan keek ik op weersonline.nl en er was het 36 graden. Ik denk, oh, is het dat? Ik had helemaal geen koorts. Het was gewoon snikheid. Oh, is het dit? Ik ben de laatste keer dat ik bij de dokter was. 2006 of zo. Toen had ik een vrat. En die dokter mij zo'n beetje uitlachen. Ja, dat is jouw vrat, niet die van mij. En uiteindelijk heb ik heel erg zeuren bij die dokter. Ja, maar ik krijg dat ding niet weg, man. Hij zei, oké. Nou, toen kreeg ik een receptje van hem. En dat is salicylzuurpasta. En salicylzuur, dat is hetzelfde als aspirine. Je kan het denk ik ook zelf maken. Dan koop je een strip met aspirine, dingen ze. En dan malen in een vijzel. En dan, hoe je het verder moet doen, weet ik ook niet. Iets met een beetje crème erbij of zo. Dat smeer je op zo'n vrat. Nou, dan werkt je. Had ik in een week of drie de hele omgeving van die. Hij zat in mijn linker kleine teen. De hele omgeving van die vrat. En uiteindelijk, ik trok hem dus kapot. En toen zag ik zo'n zwart puntje zitten in het midden. Hè? Ik denk, you mofo, ik heb je te pakken. En dan weer salicylzuur pasta er bovenop. Er ging nog meer vlees, ging zich terugtrekken. En dan met mijn vingernagels dat zwarte puntje beet pakken. En ik, appakee. Dat heb ik een stukje hoor. 2-3 millimeter of zo. Gitzwart. Die is eruit. En wat doet mijn teen vervolgens? Ja,
Dat is, daar kan je God aan zien, hè? Mijn teen groeide helemaal dicht. Er zat een krater in. Zo, dat leek de Vesuvius wel. Dat is helemaal dichtgegroeid. Er is nog niks aan. Zo ook met een botbreuk. Botten groeien weer aan elkaar, hoor. Het herstelt zich vanzelf. Dat is God. Dat is wat God gemaakt heeft. Dat kan Darwin niet verklaren. De theorie of dat verhaal. Dus aan Darwin heb je helemaal niks. Nou, wat blijft er dan over? Ja, nou, Genesis 1 vers 1. Wij zijn veroorzaakt, dus alles is veroorzaakt door één ding. Eén en hetzelfde ding. Dus het ding wat jou veroorzaakt heeft, dat heeft ook de planten veroorzaakt en de dieren. Zeg het maar. En lees je dan de Bijbel. De Bijbel is het enige boek. Je kan zeggen, ja, in de Koran staat, wordt ook gesproken over Allah. En Allah, dat correspondeert in principe met God. Maar ja, de Koran. Ik wil geen Mohammedaan voor de schenen schoppen. Maar het is een vlugschrift. Misschien vergelijkbaar met het boek Leviticus of zo van de Bijbel. Met de eetvoorschriften en allerlei voorschriften. Van je moet je zo gedragen en zo gedragen. Maar in de Koran staat niet van in het begin schiep Allah hemel en aarde. Nee, dat staat er helemaal niet. En in de Koran wordt heel minachtend gesproken over het volk Gods. Dat kan toch niet. Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat de Koran geschreven is door Babylon. In opdracht, ja, door Babylon. Die hebben dat even in elkaar geknutseld. In een tijdsbestek van 300 jaar ongeveer. Nou, over de Bijbel is 10 keer zo lang gedaan. En is het ook nog zo dat in het Arabisch is het opgeschreven en dan zonder klinkers. In principe is dat correct, want alleen de medeklinkers tellen. Alleen er is nogal wat discussie over wat er nou precies staat. Hè? Krijg je bij de martelaarsdood, krijg je dan 70 maagden of 70 tonnen met druiven? Dat kan er namelijk ook staan. Het ligt eraan welke klinker je erin zet. Heb ik mij laten vertellen, hoor. Dus, gedachten van gelijke strekking. Ja, de Bijbel is het enige boek wat mij betreft wat het daadwerkelijk heeft over God en wat hij gedaan heeft en dat hij aan ons vertelt via de Bijbel hoe het in elkaar zit. Nou, met Martin Luther kregen die reformatie. Een half Duitsland keerde zich af van de katholieke kerk. Nederland, een heel groot deel ook, boven de rivieren. In Duitsland ook, boven de rivieren. Toen had je in Engeland een koning en die heette Henry de VIII. En die had een vrouw, was netjes getrouwd. En hij kon geen kinderen krijgen, hij kon geen kinderen verwekken bij haar. En hij verdacht die vrouw ervan dat ze onvruchtbaar was. Dus hij een brief geschreven naar de paus.
Hij was Engeland, alles was katholiek hier in Europa. Alles was universeel, Babylonisch, wereldwijd geloof. Dus hij naar de baas van het wereldwijde geloof een brief gestuurd van... Beste baas, mag ik scheiden? Want dan ga ik trouwen met Anna Boleyn. Ja, dat mocht niet. En toen werd Henry de VIII een beetje pissed off of zo. Ja, nou, dan doe ik niet meer mee. En dan ben ik vanaf nu de baas van de wereldwijde kerk in Engeland, te Engeland. De paus boos, jongen. Er ging het nog een tijdje de betere kant op voor de paus met Bloody Mary. Dus Mary of Scots. Die was katholiek. Lekker bezig geweest, die Mary of Scots. Die heet ook Bloody Mary. Want ze... En toen kwam Elisabeth. Dus eerst kwam er nog een zoon van Henry de VIII. En toen kwam Elisabeth. Elisabeth de Eerste. En toen kwam koning Jacobus op zijn Nederlands. King James op zijn Engels. En Engeland stond hevig onder de aanvallen. Er was al de Babington plot geweest. Meerdere moordaanslagen waren er gepland en half uitgevoerd om Elisabeth te choppen. Allemaal uitgelekt en die mensen zijn afgemaakt. En toen heeft King James, of koning Jacobus, die heeft geld vrijgemaakt om de scriptus in beslag genomius. Want die waren er nog steeds, de Hebreeuwse, Aramese en Griekse geschriften. Om die eventjes opnieuw te vertalen in het Engels, AUB. En dat is de King James Bijbel geworden. Daar heb ik net dat voorgelezen. De King James Bijbel, die staat online. Die kan je hier kopen om de hoek voor €8,95. Heel erg mooi boek. Ik vroeg nog aan die dame, dat is de boekhandel De Fakkel, by the way, in de Koningsstraat. Toch? Ja, dat is de Koningsstraat. Ik zei dan tegen die vrouw, er zitten geen bladleggers bij. Ik heb een NBG-bijbel en er zitten van die linten. Als je ergens gebleven bent, dan doe je dat lint ertussen. En dan, hop, dan kun je het boek dicht doen. En dan de volgende dag bij het lint. Hop, en dan ben je weer waar je gebleven was. Want ja, je hebt het over 1100 pagina's, minimaal. Ligt eraan hoe groot de letter is. Nee, zei ze. Dat maakt het allemaal veel te duur. En als je een bladlegger nodig hebt. Een stukje papier. Dat is net zo handig, hoor. Ja, heeft ze wel gelijk in. Die vrouw had er gelijk in. Het scheelt een paar euro, hoor. Anders kost hij €9,95. Dan heb je twee van die linten erbij. Maar ja, €8,95, man. Die heb ik aan mijn dochter gegeven. En die keek heel beteuterd. Want ik had haar nou ook helemaal gemasseerd. Ik zeg, ja, je krijgt van mij een boek cadeau. En dat is meer dan 400 jaar oud. En dan gaan we daar en daar afspreken. En ik trakteer op een kopje thee. En zei, nou, Bob, dan kom ik wel. Ja. Ik kreeg ze de King James. En zei ze, oh, niet anders. Meenemen, bitch. Ha, zei ze, misschien op een dag dat ik hem ga lezen. Nou, ik mag het hopen. Ik mag het hopen. Voor haar, hè? En tegen God kan ik zeggen. Als ik dan zeggen ze dan toch, als je doodgaat. Dan krijg je de grote afrekening. Maar dan was ik dus mijn King James kwijt. Mijn enige.
Ik gebruik hem, ik lees hem toch niet hoor. Ik heb hem online. Dat vind ik echt goed genoeg. En ik heb mijn NBG. Als ik hem toch wil bladeren, dan heb ik mijn NBG. Die heb ik al jaren. Helemaal, daar vallen de pagina's bijna uit, man. En online, dan pak ik even de originele tekst erbij. De NBG is niet helemaal je dat. Nou, dat zijn kleine dingetjes hoor. Echt niet zo wereldschokkend of zo. Maar de kleine verschillen. De Statenvertaling daarentegen, die is perfecto. Maar die kost hoor, een mooie Statenvertaling is €32,50 of zo. Dat tikt aan, jongen. Ja, is erg mooi. Statenvertaling heb je ook online, by the way. En dat, daarin zie ik de hand van God. Dat is zijn woord, dat kan niemand... Niemand kan zeggen, ik heb dat niet gewoest. Dan wordt er gezegd van die Duitsers, die zeiden van... Ja, wij wisten helemaal niet van de Holocaust. Nee, ik vind het gek, die hebben ook... Ja. Er zijn meerdere redenen voor dat die Duitsers dat niet konden weten. Namelijk dat, laat ik nog niet een grote controverse beginnen. Maar als je meer wil weten daarvan, zal ik die ook eronder zetten. Het is 1/3 van de Holocaust. Dat is een erg interessante film hoor. Staat op YouTube, helemaal gratis te bekijken. Gemaakt door iemand die niet met naam en toename, is totaal anoniem. Maar dat terzijde, je kan de King James niet ontkennen. Je koopt hem voor €8,95. Oh ja, en toen ik die tweede kocht, er zat een stickertje op van €7,95. En ik zei tegen die dame, van nee, die prijs klopt niet. Zij zei, ik zal even kijken in de computer. En zij zei, oh inderdaad, je hebt gelijk, die prijs klopt niet. Het is €8,95. Ja, zei ik. Ja, zei ze. Maar... De sticker zegt €7,95. Dus kost die €7,95. Kijk, dat zijn christenen. Ja, er staat €7,95. En dan staat in de computer €8,95. Ja, daar heeft iemand fout gestickerd. Maar dat is hun fout. Toen heb ik een King James gekocht. Een King James van 1611. Die is vertaald door een team van afgerond 50 mensen. Daar is 6 jaar aan gewerkt. Door 50 man. Nou, 6 keer 50 is volgens mij 300. Dat is 300 manjaar. En still going strong, hè? Ik denk dat je kan stellen dat van de gepubliceerde boeken, dat de King James, dat is de meest gepubliceerde. En dat gaat nog maandelijks met, ik heb dat een keer gezien, met duizenden exemplaren, zo niet tienduizenden. Stompen, de stompen, de stompen, de stompen, de stompen. Dat is het woord van God. Het is een handleiding voor jouw leven. Het is ook een handleiding voor jouw leven om ervan uit te gaan dat jij met je waarnemingsvermogen en de hele wereld om je heen en alle beestjes en alle plantjes en alles, dat is allemaal veroorzaakt door één en hetzelfde ding. Het is ook geen wonder dat veel bijbelgelovende christenen, die worden veganist, die eten geen dieren meer. Niet. Je hebt het niet nodig. Het staat in Genesis 1. Dat is het paradijs. Je eet de vruchten van de struiken en de bomen. That's it. Ja. Lekker. Knolselderij. Ja, dat mag. Je mag knolselderij eten. Veldsla, zeg maar.
aardbeien, noten, bessen, aardappelen, zeg het maar. Aardappelen met majoraan, dat is lekker, joh. Pultjes, heerlijk. Geroosterde, zeg het maar. Uit respect, hè, voor de schepping. En geloof me nou maar, dat als je Gerardus Heijmans leest, dat je ook tot de ontdekking komt aan fokken die fok. En Gerardus Heijmans is het begin van de 20e eeuw. Dat is helemaal onderbouwd met een partij wiskunde, jongen. Of meta-wiskunde, moet je zeggen. Het hele idee van het materialisme, van er was iets, en dat heeft zichzelf vermenigvuldigd, en alles wat uit het iets voortkwam, dat ging onderling strijd voeren, en de beste heeft gewonnen. En dat kan helemaal niet, man. Dat is een onzinverhaal. Ik kan er niks aan doen. Onzin blijft onzin. Dat kan helemaal niet. Het enige wat je kan als mens is in respect voor alles om je heen leven. Je hoeft helemaal geen bommen te gooien op Irak om meer patat met uitjes te kunnen eten in Amsterdam-Zuid. Dat hebben wij helemaal niet nodig. Bommen op Libië, ja, wie verzint het? Ga toch weg. En hou die Babyloniërs in de gaten, want die verneuken ons allemaal. Met een stomme Netflix. Dat is dan modern, hè, om daarover te klagen. Maar de tv is net zo erg, hoor. En mijn moeder is dan een... die is dan een nixistisch of zo. Helemaal niks. Ik doe niet aan niks. Ik vind het allemaal niks. En ik hou van leuke dingen doen. Ja, dat heb je ook. En die kijkt tv. Ja, maar op de tv, zeiden ze. Ja. Dus kwam ik bij mijn moeder thuis en dan stond de tv aan. En dan ging ik toe. Ja, ik irriteer me dood dan, hè? Ik krijg er gewoon puistjes van. Helemaal jeuk. Er was ook een keer dat ik bij mijn moeder kwam. En mijn moeder zei, oké, tv uit, want anders gaat Perry zeuren. Ja, inderdaad. En de krant ook weghalen. Ik was een keer bij mijn moeder. En mijn zus was er ook. En mijn zus werkte in het onderwijs. En op de voorpagina, daar stond zo'n heel klein stukje... van seksonderwijs voor kleuters. Met dingen als masturbatieles voor kleuters. Ik lees een paar regels voor. En ik probeer mijn... de anti-peristaltische beweging. Want de peristaltische beweging is dat als je iets in je mond stopt, dan gaat je slokdarm zo een beetje zo... Bzz, 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 die knijpt dat dingetje naar beneden, naar je maag. Dat is peristaltiek, heet dat. Want jij slikt het alleen maar, dan komt het in de bovenkant van je slokdarm. En dan gaat die slokdarm zeggen, oké, ik neem het wel over. En die gaat hem bovenin knijpen. En dan knijpt hij dat balletje omlaag. En dan knijpt hij weer verder. Blop, blop, blop. Uiteindelijk is het uitgeknepen en dan plop. Dan valt dat balletje voedsel valt in het zoutzuur. En je maag zit vol met zoutzuur. Een van de redenen waarom je zout moet eten. Want je hebt zoutzuur nodig voor je maag. Dus er moet chloor moet erin. En zoutzuur is natriumchloride. Maar je hebt ook de andere kant. Dat is antiperistaltiek. Dat heb je als je iets eet wat niet lekker is. En dan gaat het van onderen naar boven. Ja, dat kan ook. En dan niet tegen te houden. Ja.
Ik probeer mijn kotsneigingen te onderdrukken. Die antiperistaltiek. En ik zeg tegen mijn zus, moet je kijken wat hier staat. En mijn zus zal lachen. Nou, dat wil ik best wel doen hoor. Ik ga wel met de kleine gut allemaal onderbroekje uit. En de meisjes die gaan aan de clitorisje. Blablabla. En de jongetjes die gaan aan het penis weer een beetje trik, 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 trik. En die meisjes komen klaar en die jongetjes komen klaar. En het is alweer 4:15. Dan mogen we allemaal naar huis. Tja. Waar is Babi dan? Als Michael, een vriend van Jurk Liesman. En ik heb hem 2 keer gesproken over Intake. 2 uitzendingen of 1 of 2 uitzendingen met hem gemaakt. En Jurk erbij en gingen we Bijbel lezen. En Michael zei van ja, hij kan niet vertellen aan de mensen wat de antichrist is. En hij zei dat is heel simpel, want ze weten niet wat de Christ is. Ja, als je niet weet wat de Christ is. Christus Jezus. De gezalfde. De verlosser. De redeemer. Ja, dan kan je ook niet weten wat het tegenovergestelde is. Als je niet weet wat het licht is. Dan heb je ook geen enkel besef van de duisternis. Dan is alles 50 tinten grijs. En dan word je zoals mijn zus, die dan... Nu ga ik meisjes leren vingeren. Dat lijkt me best leuk hoor. Al dat gut en al de knietjes uit elkaar. En dan ga ik controleren of ze wel goed met het vingertje over het klitje gaan. Dat zei ze. Dat zei mijn zus. Halleluja. Prijs de Heer. Hoe los je dat op? Ik weet het ook niet. Gewoon toekijken, denk ik. Hoe de hele boel naar de kloten gaat. Kijk, mensen die niet het besef hebben... dat er 1 oorzaak is... van zowel de hond die jij hebt... mensen hebben toch vaak een hond of een poes... of een aquarium met vissen... Of muizen. Ook leuk. Maar al het leven komt van 1 oorzaak. En dat is een besef waarvanuit je leeft. Christus Jezus heeft gezegd... als je mij snapt... als je mij volgt... het Nederlandse woord, hè? Volg je mee? Ben je mijn discipel? Volg je mij? Snap je mij? Als je mij snapt, zei Christus Jezus, dan verander je instantaan in een lam. Dus een klein schaapje. Een klein schaap, moet je zeggen. In een schaapje. Ja, een babyschaap. Een kindjesschaap. Zo'n lammetje. Huppelt door de wei. Totaal onschuldig. Nooit wat fout gedaan. Ik ben zo blij. Ik ben een lammetje. Ik ben vegetariër van beroep. Ik eet een beetje gras. En voor de rest huppelu. En dan ben je een lammetje. Omringd door wolven. Charles Bukowski heeft een boek geschreven. En het heet Kind onder kannibalen. Erg mooi boek. Ik heb het mijn dochter ook gegeven. Die Tut Hola heeft dat nog steeds niet gelezen. Ja, niet mijn schuld. Zoals de Amerikanen zeggen... je kan een dorstig paard wel naar het water brengen... maar je kan het niet overtuigen dat het moet gaan drinken. You can lead a horse to water, but you cannot make it drink. Ja. Ik zeg daarbovenop, als je Christus, als je mij snapt, ik snap Christus, denk ik.
Als je mij en Christus snapt, dan verander je in een slimmerik, omringd door dombo's. En die dombo's zijn supergevaarlijk. Die maken je kapot. Het is een ernstig lot. Wat de zachtmoedige mens, de gelovige mens, de respectvolle mens te wachten staat. In de Bijbel staat om die reden, in het woord van God staat om die reden ook, verzamel geen schatten op deze aarde. Het heeft geen enkele zin. Laat dat op je inzinken. Ja, maar als ik dan gelovig word, dan mag ik dus allerlei dingen niet meer. Nou, als je gelovig bent, dan wil je een aantal dingen niet meer. Het interesseert je niet meer. Je bent ervan af. Je bent er klaar mee. En je gaat leven uit respect voor het leven. En laat alles maar over je heen komen en je ziet dan onmiddellijk dat Geert Wilders een leugenaar is. Om maar te beginnen bij iemand. Ja. En als Geert Wilders aan het woord komt, dan ga ik nu naar de studio in Hilversum en interview met Geert Wilders. Nou, hoppakee, klak, tv uit. Die man wil je niet naar luisteren. Daar komt alleen maar onzin uit. Adolf Hitler was nog beter. Zo. Dat was een grove opmerking. Als jij trekt een vergelijking tussen Adolf Hitler en Geert Wilders. Jazeker. Ja, ja. Want Adolf Hitler werkte voor de universele kerk. Ik kreeg ze geld van de universele kerk. Denk je dat Adolf Hitler die uniformen en al die dat wapenmateriaal, dat hij dat uit zijn eigen zak heeft betaald? Als een of andere half mislukte kunstschilder uit Oostenrijk. Nee man, die Poenken die kwam van het Vaticaan. En Geert Wilders die doet net zo hard mee. Dus, hey, hartstikke bedankt. Ik ga er nog één maken hoor. Die gaat puur over Christus. En wat dat inhield. Want de Bijbel, die hebben wij nog lang niet uit. Want we hebben hem niet begrepen. Zelfs ik niet. In totaliteit. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zag ik. Tjus. En dag lieverds.